De groep van 50 Cubaanse artsen is gestart met haar werkzaamheden voor het ministerie van Volksgezondheid. De medici zijn in de afgelopen maanden middels een inburgeringsproject klaargestoomd waarbij zij geschoold zijn in het Sralantongo en het Engels. Zij zijn te werk gesteld in de kustvlakte en de districten op de posten van de medische zending en de regionale gezondheidsdienst. Het doel van de overheid is namelijk het verder versterken van de eerste lijn zorg. Het project loopt heel goed. We hebben een aantal trajecten gehad van voorbereiding. Daarna is er een preselectie in Suriname geweest van alle cv's. Daarna is een delegatie van artsen en docenten naar Cuba afgevaardigd, waar de selectie gedaan is uit een groep van 70. Is er uiteindelijk 50 artsen geselecteerd die naar Suriname zijn gekomen. We zijn ze zelf gaan halen en op een goed moment moest er ook voorbereid worden hun verblijfplaats. En daarvoor heeft de campus ons onderdak geboden. En ze hebben vanaf hun aankomst tot vandaag ook nog in hun verblijf gehad in de campus. Daarna is er een curriculum ook voorbereid. En deze mensen hebben een stukje onderricht gehad in Sralantongo, Nederlands en cultuur. Dat is gedaan door onze groep Spaanse docenten. Daarna hebben we de twee systemen gematcht, het Surinaams systeem en het Cubaans systeem. Uiteindelijk moeten ze hier werken en dat is ook gedaan door een aantal topartsen van ons die zowel in Suriname en Cuba hun studie hebben gedaan en in Suriname nu werkzaam zijn. Dat gedeelte is ook heel belangrijk geweest. Daarna hebben we ook gezorgd voor een stukje rotatie. Je zou zeggen stage, we zeggen rotatie, omdat het zijn artsen die al heel veel ervaring hebben in Afrika, in Zuid-Amerika, verschillende landen al gewerkt hebben. Na deze rotatie hebben we recentelijk nog een on-site inspection gedaan. Dat betekent, er zijn voorbereid woningen waar ze zouden blijven, klinieken waar ze zouden werken. Ze zijn beide, waren bedoeld voor beide instellingen, medische zending en RGD. Van deze artsen zijn 24 naar medische zending gegaan en 26 naar RGD. De on-site inspection is landelijk geweest. Dat betekent, in alle districten zijn we met de speciale afgevaardigden van Cuba, de Cubaanse overheid, van het ministerie van Volksgezondheid, naar de districten gegaan, naar de plekken waar ze zouden moeten wonen en waar ze zouden moeten werken. En we hebben de on-site inspection op woensdag jongstleden afgerond met Nikeri als eindplek. Daarna zijn deze artsen op 30 januari en 31 januari beëdigd. Dus nu zijn ze rectens, mogen ze in Suriname werken. En vanaf morgen, 1 februari, gaan deze artsen naar hun verschillende standplaatsen. De groepen van RGD van Albina tot Nikeri, de alle kustvlakte. En de groepen van medische zending, Acte de Savana Gordel tot Kwamalekemutu. Het project is heel goed afgelopen. Heel vlot ook gegaan, de verschillende punten. En nu kijken we uit naar eigenlijk een stukje transfer naar hun werkplaatsen. Met betrekking tot dit onderdeel zal het nog wel een tijdje duren. De grootste groepen gaan vanaf morgen, zondag, zaterdag en maandag weg. Maar er zal de verre posten. Er zijn nog een paar technische zaken die in orde moeten komen aan de woningen. En dat maken we in deze periode in orde. En ze zullen dan beetje bij beetje in de maand februari de verre posten, zullen die ook naar hun posten gaan. Voor morgen, ten aanzien van de medische zending, gaan de artsen van Stoelmans Eiland weg, de artsen van Jumu, de artsen van Debike en de artsen van Guyaba. De overige posten gaan in de loop van de
februari weg. Alle RGD'ers gaan naar hun standplaats. Dus van Mungo, Komowijnen, Para, Wanika, Saramaka, Koroni en Nikeri, die gaan dus morgen naar hun plek. Hiermee zal dan voor ons dit project ook eigenlijk officieel zijn geëindigd. Er zal wel wat nazorg zijn en daar gaan we ons bezighouden. Het is heel omvangrijk geweest om ineens 50 Cubaanse artsen hier te krijgen en die helemaal alle trajecten te laten doen. En het is heel bijzonder om op dit moment ontzettend dankbaar te zijn aan allen die dit traject tot een succes hebben laten lopen. Ik begin bij de regering. De president heeft een zegen gegeven aan het project. De minister en de directeur van Volksgezondheid hebben het ook gezegd ja en we hebben het getrokken. Er hebben heel veel artsen aan meegewerkt. Ik zal niet durven namen te noemen, maar Volksgezondheid hebben een aantal mensen ook meegewerkt. De instellingen, medische zending RGD, de ziekenhuizen landelijk, van Nikeri tot overal, AZP, dermatologische dienst, BOG. Iedereen heeft dus een steentje bijgedragen tot dit succes. Dat we dit mogen afronden, de docenten niet te vergeten, de Cubaanse overheid zelf, de Cubaanse ambassadeur ter lande, heeft ook de bijdrage geleverd. En zeker het coördinatieteam onder mijn leiding samen met mevrouw Bakker, die hebben we ook hier zeker baanbrekend werk verzet met z'n allen en iedereen om dit goed af te ronden. En we danken iedereen, we kunnen niet alle namen noemen, maar we zijn ieder dankbaar voor deze bijzondere bijdrage aan dit groot evenement. Dit is een zeer omvangrijk project en we zijn blij dat we tot een goed eind zijn gekomen. En de groep artsen die momenteel in Suriname zijn vertoeven en dus de samenleving van de nodige zorg zullen voorzien, voor hoe lang zullen zij worden ingezet? Deze groep is, de commitment met deze groep is voor 3 jaren. En dan zullen we nagaan of er een optie is ook tot verlenging of dat we daartoe gaan overgaan tot de beëindiging. Ik wil u allen geruststellen om te zeggen dat deze artsen na 7,5 maand inburgeringcursus popelen om hun kunnen en kennen te tonen aan de Surinaamse samenleving. En ze staan klaar. Laten we kijken wat ze samen met de Surinaamse artsen de komende periode voor ons zullen doen. En daar twijfel ik niet eens aan.